can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? Fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. Aladdin? Ja. Ik vind het ontzettend mooi. Ik vond het een hele leuke film. Ik vond de muziek heel leuk. Het is gewoon op een manier gemaakt dat het gewoon toch een soort bepaald filmeffect heeft. En dat vond ik heel mooi. Ja, het was wel geestig volgens mij. De geest heb ik daarin gedaan. Jaar. Geeft je zo'n vreselijke kramp in de nek. Ach, blijf even hangen, Knul. Heerlijk om er weer eens even uit te zijn. Dat is dus afschuwelijk moeilijk. Hallo Aladdin, leuk dat je meedoet met de show. Noem ze wel Al of zeggen ze gewoon Din? Veel mensen weten niet dat de stemmetjes die er in de originele versie zijn gewoon worden ingesproken zonder beeld. Dan is de film überhaupt nog niet getekend. Dus de film en de plaatjes, de animatie, wordt pas gemaakt als al die acteurs klaar zijn met hun stemmetjes. Dus ze kunnen doen en laten wat ze willen. Robin Williams heeft voor die geest van Aladdin, geloof ik, 24 uur aan gekkigheid opgenomen. Daar hebben ze er uiteindelijk 1,5 uur van opgenomen. Of gebruikt in de film. Oh, give me some tassel. Yeah, yo, yo. Say, you're a lot smaller than my last master. Either that or I'm getting bigger. Look at me from the side. Do I look different to you? Wait a minute. I'm... Your master? That's right! He can be taught! What would you wish of me? Als je die dingen in Nederland krijgt of in import welk ander land, andere taal, en dus niet het Engels, want het is in het Amerikaans in het origineel, in ieder geval deze, dan moet je een equivalent van die tekst die gezegd wordt vinden die ongeveer ook een soort lipsync is. Geen met een V, 4 F, ja! Hey! Je bent een stuk kleiner dan mijn vorige meester, jochie. Of ben ik soms groter geworden? Zeg Kees van hem, ben ik aangekomen soms? Wacht even. Ben ik jouw meester? Juist! Meester in alle rechten. Wat wens je van mij? Er zijn het geloof ik 128 regels die je moet spreken. Nou, jongen, na 3 dagen. Ik kom als een zelfmoord plegen, zeg. Aha! Hoe maak ik een prins? Wil je daadwerkelijk zijn? Spreek de magische woorden. Geest, ik wens dat je een prins van me maakt. Oké! Yo, 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 yo! Kijk, die vers en verscombi is me echt veel te derdeels. Die lapjes, wat een armoedig gezicht. Kom, denk eens even mee. Te gek! Mooi maatje. Ja. Uiteindelijk was er wettig gevochten om die geest, want er was nog iemand die wilde ook alle macht hebben over alles en iedereen door zijn wens in vervulling te laten gaan. Jafar. Ik heb u maar te dienen, hoogheid. Die was heel gemeen, was met dat sikje, toch? Ja, die was wel leuk altijd. Weet je, ik begin nu echt? Je bent het niet. Vanavond wordt de rol van Al vertolkt door een grote, ongure, lelijke man. Ik ben jouw meester. Man voor. Beest. Vervul mijn eerste wens. Ik wens de macht in het land. Als sultan. Zoals alles wat je heel erg, wat heel erg goed moet worden, daar moet je toch veel voor doen. En dat is niet altijd leuk. Geest, je bent vrij. Achteraf, omdat het resultaat toch wel aardig was, was het natuurlijk, kun je daar met veel genoegen over spreken, maar het was wel een hel, ja. Huh? Buren? Dat is van de Frans, hoe heet het, Promet? Ja, ach ja, met zijn camera en ja. Met die camera, met die droge stem. Maar waarom heeft u hem dan geslagen? Weet je, al die burenruzies ging opzoeken. U bent de bewoner hier. Ik ben hier de bewoner. En ja, er is wat overlast geweest van de katten, van de buurvrouw, want daar gaat het eigenlijk om. Ze had, ik geloof, 40, 50 katten. Hoeveel? 50. Is dat niet zo? Ik weet niet, heeft u ze geteld? Nou, ze zijn er heel wat. Het was het zo levensecht neergezet. Zeker omdat hij ook zelf die camera droeg en dus gewoon het gesprek voerde met die droge stem van achter de camera. Hoeveel poezen had u? Nou, ja, soms telde ik ze niet hoor, want ik was een beetje, ja, een stuk of 18.
Er zijn toch wel hectische uitzendingen bij geweest, hoor. Ja, soms liep dat ook heel hoog op. Het is wel mooi als dat echt gewoon midden in de maatschappij, in de meest Nederlandse straten van Nederland, maakte die reportages. Voordat mijn katten zijn weggehaald, stond mijn deur 3 keer open. Mijn ruiten zijn ingegoten. Dat heb ik al 4, 5 jaar. Ik durf geen nieuwe ruiten erin te zetten. Omdat ik zelf journalist ben, weet ik hoe, besef ik een beetje hoe moeilijk vooral televisiemensen het hebben om in de echte wereld, dus buiten de studio, mensen redelijk zichzelf te laten zijn. Hè, de geïnterviewde. Dat hij niet denkt van, oh, ik kom op televisie, dus ik moet zo gaan acteren. Want hier verderop is een school. En die kinderen van de school hebben al de ruiten ingegooid. Ze hebben natuurlijk geen geld om nieuwe ruiten in te laten zitten. Dus daar zetten ze maar radicaal een plank voor. Waarom hebben die kinderen dat gedaan? Ja, kun je beter aan die kinderen vragen, dat weet ik ook niet. Kijk, hij is voor een deel beschermd door die camera die hij altijd bij zich heeft. En hij kan dus van achter die camera ook makkelijke vragen stellen dan wanneer je mensen recht toe in de ogen moet kijken. En ik kan ook pijnlijke dingen aan horen stellen, want het gaat een beetje terloops. Want hij is ook doende met die camera, denkt de geïnterviewde. Bent u wel eens bij de binnen geweest? Ik zou niet durven. U zou niet durven? Ik zou niet durven bij binnen gaan. Als ik sommige mensen van de gemeente daar zie binnen gaan, denk ik van, oh, volgens mij moet het de sterven van de vlooien. Het is echt af en toe schokkend om te zien hoe onnozel sommige mensen kunnen zijn en waar ze dan ook zoveel problemen over maken. Ik ben met mijn gedachten ergens anders mee bezig. Met mooie dingen, met leuke dingen, met vreugdevolle dingen. He? En dat willen ze gewoon knakken door die katten weg te hebben. Dan denken ze zo, we zullen je zo hebben. Maar ze zullen mij niet hebben hoor, wat ze dat me nu denken. Want ze zijn van mij nog niet af. Denk het maar niet. Tada! Tada! Bart Veldkamp. Ja. Ja, die won naar de 10. Wat prachtig is. Toen reed hij nog voor Nederland. Dat heb ik met een vriend van mij gevierd. 'S Ochtends om 10 uur al op het terrasje in Leuven. Op de toneelschool. In het conciërgekamertje. Met denk wel 30 man. De lessen lagen stil. Nou, dat vond ik wel mooi, ja. Dat vond ik mooi. Ik denk dat het 20 rondjes was. En ik denk dat hij heel hard ging. Maar dat is natuurlijk het punt met schaatsen, dus net met tennis, weet je wel. Je kan je natuurlijk nauwelijks ooit 1 tennispartij herinneren. Want ja, er staan 2 mannen of soms vrouwen die als een man uitzien en die hier allemaal die bal over het net. En dat gaat heel lang door en dan wint er iemand. Het kan wel heel spannend zijn, maar uiteindelijk herinner je je toch alleen maar Krajicek die op zijn knieën valt en daarmee zijn volgende blessure veroorzaakt. Of Pat Cash of Ivanisevic die huilend de tribune inklimt. Omdat je gewoon, weet je, het is gewoon tif. En met schaatsen ook, het is heel vaak zo. En zorg dat je binnen, buiten, binnen, buiten, binnen, buiten. En dan, dus nee, ik kan me daar niks van herinneren. Ik weet zeker dat hij heel erg hard ging. Toen was het echt totaal zo. Eten was totaal geen suiker. Gewoon helemaal geen suiker. Echt ontzettend. Ik woog ook in de zomer iets van 76 kilo. Ik vloog die bergen op. Ik nam nooit een roltrap. Ik nam nooit een lift. Totaal alles alleen maar van alles moet. Ik moet me alleen maar bewegen. Bewegen, bewegen. Ik mag nooit niet zeggen van daar was ik lui of zo. Dat vind ik wel prachtig. Veldkamp wel een sporter naar mijn hart. Een sporter die volledig gaat voor wat hij doet. En ook volledig chagrijnig en helemaal gek van woede is als het niet lukt, zou ik zeggen. En met schaatsen smijt en met zijn vader smijt. En dat vind ik wel mooi. Bart Veldkamp opent. Heel voorzichtig in 36-17. Dat is de langzaamste opening van de favorieten tot nu toe. Ik reed ontzettend goed. Ik reed echt heel erg makkelijk. Ik was gewoon in supervorm. We zullen eens gaan kijken wat de eerste normale ronde voor Veldkamp oplevert. Een 33 blank. Zo. Dat is toch eventjes een antwoord van ik kom eraan. Jongens, jullie zijn nog niet helemaal klaar met mij. Na 2 rondjes wist ik dat ik goud ging halen. Ik zat als laatste van de favorieten. Dus ik wist precies mijn rondetijd, 33-1.
En ik wist van, ja, ik kan zeker nog wel een paar ronden in dik in een 33 rijden. En Kostje had allemaal 33,9 gereden gemiddeld. Dus ik wist gewoon van, ik ga op elke ronde pakken. En wat mogen wij noteren voor Bart Veldkamp? 34,7 en 35,4. Ja, nou wordt het toch heel spannend. 13,37 rond gaat hij de laatste ronde mee in. Dan is hij nog altijd 3,5 seconden sneller dan Kors. Nou ja, je gaat toch niet 3,5 seconden in de slotronde verspelen. Ik weet wel, die slotronde van Kors was ongelooflijk goed. 33,9. Maar Bart heeft het weer te pakken, hoor. Ja, dat moet toch lukken. Dit moet toch allemaal voor elkaar dit komen. Wordt weer dit een moet snellere goud ronde worden voor Bart Veldkamp. Dan moeten we toch met z'n allen al. Zullen we hem dan ook schreeuwend over de finish brengen? Dan gaan we dat maar doen. Want dit moet goud worden. 14:14:58 is het de kloppentijd. En haha, daar is hij hoor. 14:12:12. Ai, wat hebben we hier toch met z'n allen ongelooflijk lang op gewacht. Dat was zo gaaf. Dat was echt, ja, zoals je, zoals ik het zag. Nee, als kind droomde van. Ja, zo was die dag. Alles klopte. Hij heeft natuurlijk wel vaker dingen gewonnen en records gereden en weet ik wat. Maar toen wist hij, ik denk, de mooiste medaille voor een schaatser die er is te behalen. Olympisch goud op de langste afstand. Je moet al het geluk hebben dat je dus je beste wedstrijd op zo, of je topwedstrijd op zo'n speler rijdt. En dat, als je dat rijdt, ja, dan win je precies goud. Olympic champion Bart Veldkamp, Peba, Nederland. Ja hoor, hij gaat helemaal uit zijn bol, Bartje Veldkamp uit Den Haag. En terecht, hij is ongelooflijk blij. Ja, het is natuurlijk een werelddag, hoogtepunt in je sportcarrière. Hoe voel je je nou? Het gaat. Zo zeggen. Het kon beter, wou je zeggen, ja. Ik heb me plezanter gevoeld, ja. Zoals de Belgen zeggen. Ja. Wat ging er door je heen, weet je wel? En bij Veldkamp was het duidelijk dat er een hoop drank doorheen ging. Dus dat ik daar helemaal dronken. Dat was ik voor het eerst dronken in mijn leven. Het was wel duidelijk dat hij een flesje goede Haagse champagne had genuttigd, zullen we zeggen. Ik was echt helemaal lam gewoon. Heb jij enig idee hoe je deze nacht gaat doormaken? Oh, ik denk je hebt het vrij redelijk ingezet. Ik denk dat hij dadelijk spontaan omvalt. Ik denk ja, je zit dat goed, ik he? Wel... Een, ja, die stoel die staat recht. Maar dat is denk je. Ja. Oh, staat die scheef? Je oh, zit sorry. Vast. Ik zit vast. Ja. Nou, oké. Maar ik denk dat ik wel een bepaald idee heb. Maar hoe de mensen thuis in Nederland mee gaan maken, dat weet ik niet. Ja, goed. Ik hoop dat ze het gewoon plezier hebben. En dat heb ik we ook. Heel veel plezier aan je beleefd. Ja, ik weet nog wel, de dag daarna gingen we skiën. Dat weet ik nog wel. Toen ben ik me zoveel te barsten gevallen. Ik kan heel goed skiën voor Nederlandse begrippen. En ik viel me helemaal te barsten. Ik was nog gewoon dronken. Dat wist ik veel. Ben ik heel blij dat hij toen nog voor Nederland reed. Want het is natuurlijk gewoon een verrader. Hè? Die hele Bart Veldkamp. Die gewoon voor België gaat rijden. Hear your names. Mr. Brown. Mr. White. Mr. Blonde. Mr. Blue. Mr. Orange. Mr. Pink. Why am I Mr. Pink? Because you're a faggot, all right? Ding, 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 ding. Ah. You ever listen to Kay Billy's Super Sounds of the 70s? Doom, 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 doom. Kay Billy's Super Sounds of the 70s weekend just keeps on coming with this little ditty that reached up to 21 in May of 1970. The George Baker selection, Little Green Bag. Zeker met gebeld door mijn muziekuitgever en die zegt, nou, Little Green Bag zit in een film en dat is een film die heet Reservoir Dogs en is gemaakt door een man, Quentin Tarantino. Ze hebben echt helemaal niks. En met mij nog vele andere dingen, want het was zijn eerste film. Mr. Brown, that's a little too close to Mr. Shit. En opeens, ja, was het heel hot. Ik werd door iedereen gebeld, ANP, noem maar op, de hele circus, dat barstte in één keer over mijn hoofd los, terwijl ik eigenlijk al van plan was om langzamerhand
Ja, dan denk ik, nou ja, ik heb het eigenlijk wel een beetje gezien. Ik heb een studio en ik ga lekker muziek maken en liedjes schrijven en dingen opnemen en af en toe nog eens optreden en klaar. Ik had me daarbij neergelegd. Ik bedoel, zo gaat dat. En ja, ineens, toen brak het hele mediageweld over mijn hoofd los. En dat vond ik eigenlijk nog wel heel leuk. Dus ik denk, nou, dan gaan we maar weer even lekker aan de gang. George Baker met Little Green Bag. Looking back on a track for a little green bag. I gotta find just a guy to reduce the bags. Get out of the way! Get the fuck out of the way! Outside in the day. Get the fuck out of the way! Get out of the way! Jesus Christ, what the fuck is your problem, man? Ja, gaaf muziek, gaaf script. Ja, het was wel een revolutie of zo op filmgebied. Het was wel echt iets heel nieuws. Dat je denkt, nou, wat is dit nou zeg? Plot was dat een groep criminelen eigenlijk werd samengebracht om een overval te plegen. En dat liep helemaal uit de hand. En er zit een undercover agent bij. Dus het is wel vrij hard, maar ik vind het wel heel goed bedacht. Nou ja, door hele mooie dialoogvormen en verhaallijnen komen ze uiteindelijk achter wie dus die geheime agent is. Intussen, ja, er gebeuren allemaal hele vage dingen. The cocksucker tipped off the cops and a Mr. Brown and Mr. Blue killed. Mr. Blue is dead? Dead as Dillinger. How do you know all this? It was the only one I wasn't 100% on. I should have my fucking head examined going ahead when I wasn't 100%. Ze stonden ineens zo, volgens mij met de vijf of zo, helemaal met pistolen naar elkaar toegericht en zo. Dat was echt zo'n moment van, en nu, wat gaan ze doen? You lost your fucking mind. Joe, you're making a terrible mistake. I'm not gonna let you make. Come on, guys. Nobody wants this. We're supposed to be fucking professionals. Larry, look. It's been quite a long time. A lot of jobs. There's no need for this, man. Let's just put our guns down. And let's settle this. The fucking conversation. Mr. White, Mr. Black, Mr. Pink, Mr. Orange, Mr. Blue. I'm Mr. Blue. I'm here to stay with you. And no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. Schil van de Leeuw, ja. In de uitzending hebben we dat liedje gedaan met René Klein, Mr. Blue. Dat greep me heel erg aan. Dat was natuurlijk een bijzondere uitzending. Vond ik heel ontroerend. Omdat zo te zien. In de hoofdrol vandaag René Klein. Maar ook echt voor Paul de Leeuw ook een belangrijk moment. Ik weet nog heel goed dat hij dat wilde gaan doen. Dan dacht ik van zo, dat is een heavy onderwerp. Ter verduidelijking, je bent ziek. Ik ben een beetje ziek, ja. Ja, je hebt AIDS. Ja. En dat heb je al een tijd? Dat heb ik tenminste, ja. Het is de ziekte krijg je niet van de een op de andere dag. Maar ik weet het sinds 2 jaar dat ik seropositief en in de laatste adem krijg je dan AIDS. Hij zag er heel ziek uit. En dan was er ook een foto van hoe die vroeger was. Was het echt zo'n spierbal, zeg maar. Ik kreeg het vreselijk om te zien. Iedereen had zoiets van, jeetje, kan je dat wel op tv brengen of zo? Het was een beetje... want hij is ziek en waarom doet hij dat nou? Dat kwam toen ook net heel erg opzet, tenminste voor de jeugd, dat verteld werd hoe heftig dat was. Dat was wel even schrikken, ja. Wat ik ermee bedoel is van... zeg het dan, wat je bedoelt. Denk je nou hoe je bijvoorbeeld opgelopen hebt? Dat je denkt van nou, nee. Je weet niet wie het is of dat je denkt nou, dus hem en die ga ik nog eens opzoeken. Tuurlijk, als je in je bed ligt, want dat doe je de meeste tijd en je hebt dan 100 uren per dag om over alles na te denken. Dus ook denk je wel eens na over van wie zou ik het hebben gehad. Maar in principe heb ik dat vrij snel van me af kunnen... Het interesseert me, het heeft helemaal geen zin om het te weten over. Volgens mij was het toen wel heel, heel bijzonder. Ik bedoel, nu gebeurt er eigenlijk bijna niks meer op tv... waar mensen nog over praten. Want we hebben alles wel gehad. Maar volgens mij is hij wel... met die uitzending gewoon heel,
heeft hij heel veel indruk mee gemaakt. Het was toen nog wel een hele ophef, dat herinner ik me wel. Maar wel een hele mooie uitzending, heeft hij heel mooi gedaan. Ja. Ik weet nog wel dat het was vlak voor zijn dood, geloof ik. Dus het was daarna natuurlijk, geeft dat natuurlijk nog meer indruk. En heb je alles geregeld ook voor je begrafenis? Of ga je cremeren of klaar? Ja, ik heb niet cremeren. En heb je het allemaal zelf geregeld? Ja, voor groot, ik heb in ieder geval mijn wensen kenbaar gemaakt. Heel duidelijk. En wat dan bijvoorbeeld? Ja, nou, ik wil niet in details treden, want het moet ook een beetje een verrassing zijn voor de mensen. Ja, anders komen ze niet meer. Dan komen ze niet meer, denk ik. Dat is de zeur eraf. René was ontzettend lastig. Hij was heel... Hij wilde precies... Hij was heel perfectionistisch. Dus hij had precies een idee in zijn hoofd hoe hij het wilde hebben. En ja, je kan het lastig noemen, je kan het ook perfectionistisch noemen. Of een combinatie van beide. Maar ik weet wel dat we er een behoorlijke tijd mee bezig zijn geweest om dat helemaal goed te krijgen. Het was dus wel een vrolijk interview op zich. Het was, hij probeerde wel een beetje af en toe de humor omhoog te halen. Nou, het had ook wel iets, omdat het natuurlijk, ja, dat kon hij wel goed om dat soort onderwerpen bespreekbaar te maken. Zo. Maar dan René Klein wel heel erg serieus, niet in logische waarde. Ik vond het heel mooi gemaakt en ik vond ook dat Paul de Leeuw dat heel mooi deed. En wil je bloem op je graf? Nou, op je urn, in je urn? Ja, ik zou het liefst uitgestrooid worden, maar dat mag niet, hè? Nee, mag het niet? Nee, vind ik belachelijk. Ik wil het wel stiekem doen, ja. Hoor. Ja, ja, ik zeg, van, je kan toch niet zo in je zak steken? Nou. En dan, want ik wil het liefst in New York vanaf het Empire State Building of van het Vrijheidsbeeld. Maar ik had toch stiekem? Je wist natuurlijk, die jongen die gedood, die had AIDS. En die zong echt een heel mooi liedje. Ik vond het wel een mooi nummer, ja. Ja, ik kende het eigenlijk niet, want het was een cover. Maar ik kende het helemaal niet voor die tijd. Maar ja, ik vond het wel een mooi liedje. Zittend zingen, als je al gezond bent, vind ik al heel erg moeilijk. Dus als je dan doodziek bent en je zingt dat dan als playbackje, dat maar bij wijze van spreken, is toch wel heel bijzonder. Winter sounds are crying like the old man slowly dying. And the only sound the wind that fills the trees. Even colder comes the moon, and though you never seem too soon, sudden stillness as a rainfall starts to freeze. I'm Mr. Blue, I'm here to stay with you, and no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. Oh, Mr. Blue. Die was toen, was mij een week of twee daarna overleden of zo. Dat was gewoon heel speciaal moment was dat. Dat hij toch dat nummer zong. Later hebben we dat dus nog in de studio opgenomen. Omdat er heel veel goede reacties op kwamen. En René toch iets wilde van ja, voor het AIDS-fonds iets doen. En toch een soort, nog, een soort blijvend document achterlaten. En ja, dat was wel heel bijzonder.